Hij heeft een leuke speler opgeleid. Ragna Orad Meloen. Hoe? Ragna Orad Meloen. Rachmat Orad Meloen. Dan mag je zo'n spraak vergeten. Hoe? Ragna. Ragna Orad Meloen. Ragma Orad Meloen. Noem hem dan gewoon Jan, dat is veel makkelijker. Welkom bij aflevering 24 van Arnische Terugblik, Topos. Ik moest een beetje denken aan Os en Ezel. We begonnen heel goed, kansen waren er wel. Maar waar is het toch met die Bokita? Eerst tegen de land en dan weer tegen de paal. Geen zelfvertrouwen of had die jongen soms faalangst? In Maastricht schoten ze zo makkelijk erin, hè? Maar Maastricht, dat ligt veel lager dan in Nijmegen. Hier ligt de lat hoger. Zou dat het hem wezen? Hij heeft een leuke speler opgeleid, Ragna Meloen. Verhuur je hem en dan doet hij ons ook nog de das hem. Dan maak je daar afspraken mee met die gozer. Zo van luisterig jongen, je scoort niet tegen ons. Anders kom je de groffelt niet meer in. Nog maar een mazzel dat die druif hem erin kopte. En op het eind schoot hij ook nog tegen de paal op. Dan is het druif zuur. Favoriete speler. Van Duin deed we zijn stinkende best. Bewalda viel ook niet tegen. En Ummanie gaat ook steeds beter. Hij klopt op de deur. Als hij de mensen niet verkocht werd. Tegenstander, Jong Utrecht. Hier gaan we de eerste 3 punten pakken dit jaar. De Stevenstoren tegen de Domtoren. Die van ons is toch veel mooier als die van hun. Voorspelling, nou ik hou het toch wel een keer op een ouderwetse 3-0. Het wordt een open wedstrijd met veel doelpunten van ons. Let maar op, Ali B is rapper dan Darry. Hij had hem zomaar voor een half jaar naar Oeteldonk verbannen. Darry gaat zijn kuntjes nou in een bos vertonen. Bij Johnny Jordania, vlak voor de carnaval, had prins Wilco van Schaik met de raad van 11. Toen nog goed rondgekeken bij die carnavalsvereniging, die Kruikencijkers in Tilburg. Wij huren Hully Prins, Matthijs Branderdorst, wel zonder pages natuurlijk. Want die twee wieven die wilden niet, omdat Randy Wolters en Joey van den Berg bij ons spelen. Ze hebben al verkering, die twee wieven. En dat was de link voor die wieven. Dat is niet echt waar hoor. Ik wou ook nog de jongens van het ijshockey, die zondag de finale spelen, succes wensen. Want half Nijmegen gaat er naartoe, hè, naar Den Haag. Dus succes jongens. Nou jongens, hou je en tot volgende keer. Houdoe.